Jack, wie deze wedstrijd gezien heeft, zal vol ongeloof naar het scorebord kijken. 0 voor IJssel, meer volgens 2 voor VVSB. Ja, dat klopt helemaal, Bert. De ene wedstrijd krijg je te weinig en de andere wedstrijd te veel. Nou, wij hebben vandaag te veel gekregen, maar daar maal ik niet om. Nee, Frans Adelaar zei ooit, je wint een wedstrijd nooit onverdiend als de tegenstander heel veel kansen heeft gemist. Want dan had die tegenstander die ballen er maar in moeten schieten. Ja, ook dat. En wat de tegenstander toelaat. En ik denk dat wij in de eerste helft heel veel hebben toegelaten. Dat wij heel veel geluk hebben gehad. Wij hadden geen grip op het middenveld. Zeker in de eerste helft niet. In de tweede helft ging dat vele malen wel beter, maar niet goed. Maar wel beter. Maar ik denk dat wij in de tweede helft zeer dodelijk en effectief zijn geweest tegen IJsselmeervogels die heel veel kansen moeten hebben om één goal te maken. Ja, 2 weken geleden maken ze de 5 in 11 minuten. Vandaag konden ze doen wat ze willen en gingen ze er niet in. Wat is nou eigenlijk lekkerder? Een hele goede wedstrijd spelen en winnen? Of hier is een dief in de nacht met 3 punten naar huis gaan? Nou, 3 punten zijn 3 punten. En over 3 weken lult niemand meer over deze wedstrijd. En het is nu de situatie dat wij gewoon die 3 punten hier in Spakenburg meenemen. Of dat nou verdiend of onverdiend is. Hij zal er niet minder door worden gevierd. Nee, dat hebben we gehoord in de kleedkamer. Dankjewel.